De staat beschikt inmiddels over de 36e rapportage ten aanzien van grondconversie. Bibes-minister Albert Ramdien zei gisteren aan journalisten na de vergadering van de regeringsraad dat het gaat om zekerheid voor burgers die hun grond laten omzetten naar eigendom. Deze keer ging het om 109 natuurlijke personen en ook daarnaast 63 rechtspersonen. Dit was voorzien, maar elke twee weken krijgen we een update. En dat betekent dat de staatsfinanciën daardoor natuurlijk verrijkt worden, maar dat er ook zekerheid wordt gegeven aan de burgers die nu deze gronden in eigendom krijgen. De minister zei ook dat er gisteren een paar belangrijke kwesties aan de orde zijn geweest bij de Raad van Ministersvergadering. Enkele daarvan waren de behandeling van een aantal raadsvoorstellen.